Herr Flores. Floor. Volgens mij is hij hier nog out gegaan. Floris, ben je daar? Hij weet niet wie dat is. Floris, met Dennis. Ja, Dennis, gebeurde. Ja! Oh, 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 hij wil niet naar mij gaan. Oh. 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 Ja, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we dan weer. En ja, wij zouden vandaag een prachtige vrouw te gast hebben. MD Emma. Ja. Het is een blond meisje wat al vaker bij mij op mijn TikTok voorbij komt. Maar sinds ze hier te gasten komen, ben ik haar wat van dichterbij gaan kijken. Hartstikke leuke meid. Kom lekker uit de woorden. Toen zei ik dus tegen mijn zoontjes van 13, jongens, deze meid komt bij te gast. Toen riepen ze allebei, dat is MD Emma. Ik zei, dat klopt. En toen, ja, toen gooiden ze een app open. En toen gooiden ze niet alleen de app open, maar ze gooiden heel MDM Emma open. Want dat is dus het drukvoer van mijn zoons. Ja, voor de mensen maar ja, die... Maar je kan toch heel veel zeggen. Dat ben jij niet. Nee, ik heb ook tieten, maar daar blijft het wel een beetje bij. Voor de mensen die haar niet kennen, ze had zich al aangekondigd. Jij zou echt mee moeten doen aan een programma zoals Roddelpraat. Nou, dan heb ik goed nieuws, want ik heb morgen opnames met hun. Woensdag om 6 uur komt de video online, dus zorg dat je er klaar voor bent. Ja, en dat zag er dus mooi uit en vol verwachting klopt ons hart. Nou, niet alleen mijn hart. Alsjeblieft. Jezus. Nou, ik vind het wel lekker. Ik heb filmpjes van die meid gezien. Godverdikke nou zeg jij, dat ziet er heerlijk uit. Dus jij had hem vannacht al in je hand genomen, zeg maar, ter voorbereiding. Nou, juist niet. Ik denk, dat spaar ik op voor na de uitzending. Ja. Maar ja, dus jij had het terug. Als ik nu zo kijk. Ja, nadere keer de impotentie dan wat anders. Kijk, en toen kreeg ik vanmorgen dit. Hey, ik ben best wel ziek wakker geworden. Ik kijk nog heel even aan, omdat ik... Ja, soms moet je gewoon even opstarten en dan gaat het alweer. Maar ik wil wel even een heads-up geven dat ik wel ziek ben. Dus dat er ook kans is dat ik misschien niet kom. Sorry daarvoor. Maar ja, graag gebeuren. Wat is dat tegenwoordig met chicks? Dat ze, mijn dochter doet dat ook. Nou, niet van dezelfde leeftijd, maar het scheelt ook niet veel. Die gaan allemaal zeggen wat zo tegen je praten. En daarom ter vervanging... De Bridge! Hallo. Ja, daar is hij dan weer. Ja, dan klap je het telefoonboek op en dan... Dan sta ik bovenaan. Ja. Nou, je staat bij niet. De K van kansloze rukkers die sowieso wel komen. Ja. Ja, mijn kapsalon staat bij jou onder de K. Ja. Nou, dat is toch ook bij een K? Onder, en daaronder zit de L van Lumpia. En dan de M van McDonald's. En de O van Obesitas. Yeah. Maar en dan de P van Pizza Slikker. Maar wat vind je nou van... Ik vind het... Ik raar vind, is dat ik hierheen rijd met het idee dat ik laatst een heel lekker blond meisje kom. Ja. Ik heb hem vanmorgen nog even extra onder de douche gehangen. En dan zit ik toch lang naast het meest onaantrekkelijke stuk vlees van Nederland. Ja, sorry. Ja, hoe gaat het met jou, Brent? Het gaat bij mij uitstekend. Ach, kijk. Ja. Yes! Haha! Ja. Ja. Oh, het is jammer. Ja, bij jou dat je een antipathie tegen. Dat verschilt tussen jou en mij, vriend. Nee. Zo. Maar... Bretje. Nou, ja, maar nog meer mooi nieuws, want na de uitzending deed je natuurlijk een oproepje dat jij op zoek was naar de liefde. En daar kwam ze. Daar kwam ze. Echt? Ja, vertel eens. Ja, nou, ze stuurde mij op een gegeven moment een DM van, hé, niet schrikken. Wie is ik ze? Ben, ja, dat ga ik niet zeggen. Ah, nee. Nee, dat doe ik niet. Moet eens niet zo ver maar. Maar je zei het, is dat Ed Plofkut? Die. Nee, dat is onhuidig. Hij heeft al tegen mij gezegd, als jij niks gaat zeggen, alles in de case gemaild. Het schijnt een zeer dikke vrouw te zijn met een kort kapsel.
Dat klopt. Ah, dus het is een soort tweelingzus eigenlijk. Alleen het verschil met haar en jou is dat zij zo'n hele dikke zonnebril heeft en zo'n witte stok met van die rode streepjes. En die ze overigens terug wil, die zit nog steeds in je navel. Ja, klopt. Maar zij schijnt de ex te zijn van Terrel Jaap. Niet. Ja. Ja, ja. Ach, ze heeft een bijzondere smaak, die meid. Ja. Maar dat doet er niet toe. Ja, een dik wijf of niet, dat was in ieder geval een chick. En kwam ze naar je toe? Dat was de bedoeling. Uiteindelijk ben ik naar haar toe gekomen. Oh, ja. En waar moest je heen? Waar moest je heen rijden? Einde van het land, Groningen. Groningen? Een stukje. Maar laat wil ik zijn, jij voor een wippie rijden naar Limburgers nodig is, toch? Ja, ja. Nou ja, je hebt groot gelijk. En is er geknald? Nee. Ah. Oh, heeft ze ook niet even onder het buikje even opgetild en dan... Nee, daar was ik te zwaar voor. Er is niks gebeurd? Weinig. Verschrikkelijk. Wel gekust. Ja. Oh. Maar dan gaan we naar een geweldig onderwerp. Want het is zover, het is zover. Wat is zover? Wij gaan bellen met een verloren zoon. Wij mogen bellen. Sturen die deze week met Floris Weijers. Ja, 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 ja. Ik geloof het nog steeds niet. Ja. Nee, ja. Het schijnt water zijn. Dus, maar hij was boos op ons. Hij hulde godsamme kraken nog zelfs met Sander Schimmelpenning. Ja, maar hij Floris... Hij heeft nare berichten over ons naar buiten gebracht. Floris heeft gezegd, jullie mogen bellen, wel liefde. Ook weer waar. Ja, hij heeft gezegd, jullie mogen bellen. Is natuurlijk een verrassing. Ja! Ja, daar is hij weer, Floris! Ja! Hey! Terug in de moederschool! Ja. Ho, ho, Floris. Wat fijn dat je er weer bent. Zeg, wat bel je laat? Je zou tussen 3:30 en 4:00 bellen. Ik ben van jou alleen maar punctualiteit gewend. Ja, sorry. Ja, we zijn iets te laat. Maar desondanks net zo blij dat jij nog steeds bent. Floris, jij bent kwaad op ons. Wat heb ik? Je bent kwaad op ons. Is het zo? Ja, weet ik niet. Ah joh. Het gaat allemaal wel mee, hè? De mensen maken er altijd een mooi verhaal van. Ach! Ja. Ah, dat is mooi om te horen. Ja, vooral jullie mensen maken er een verhaal van, maar... Dat was een verhaal dat ik ooit aangifte deed. Toen kreeg ik 300.000 reacties, terwijl ik nooit aangifte gedaan heb. Nee, maar dat is al lang terug. Ja, je weet hoe het gaat. Nee, maar... Je weet hoe het gaat. Ja, ja, en hij wilde ook nog een uitzending offline halen. Ja, ja, ja. En je wou de uitzending offline halen voor ons. Ja, maar daar stonden toch ook geen... Dat zijn toch geen leuke dingen? Nee. Nou ja, als vrienden onder elkaar hou je elkaar hoog. Ja. 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 Ik geef jou nog even een andere vriend. Hier. Hey, Floor! Hey, Floris! Floor! Volgens mij is hij hier nog oud gegaan. Floris, ben je daar? Hij weet niet wie dat is. Floris, met Dennis. Ja, Dennis, gebeurde. Ja! Oh, hij wil niet met mij praten. Wil je niet met Jan praten, Floris? Wat zeg je? Wil je niet met Jan praten? Ja, met Jan, geen probleem. Ja, nou, daar komt hij weer. Daar komt hij weer. De bitterballenfabriek gaan. Ja, ja, ja. Ja, hier komt hij. Hey, Floor! Oh. Floor! Floris! Die andere telefoon kan nu al weg, hè? Hè? Die andere telefoon kan nu al weg. Welke andere telefoon? Oké, nou ja, dan ben ik even... Ik zit hier natuurlijk als patiënt, lig ik hier, hè, dat weet je, Jan. Maar, hoe is het met je enkel? Ik heb helemaal niks gehoord van je twee maanden. Ja, omdat je me had geblokkeerd. Je had me geblokkeerd op alles. Nee, helemaal niet. En je was. Wel, jou niet. Ja, je was boos en had het maar. Hoe is het met je enkel? Houd het toch op, Jan. Jij hebt ook zo vaak boos met iemand en omgekeerd, zal maar. Nooit! Maar ik ben dus gevallen op een barbecue en nu 8 weken later gaan we langzaam weer een beetje lopen met stokken. Ja, we hebben toen naar buiten gebracht dat je was gevallen omdat je starnakel bezopen was. Klopte dat? Nou, dat is niet geheel gelogen, want ik had, ja, we hadden wel een paar fles Whispering Angel Rosé op, ja. Oh, oké, dus dat klopte wel een beetje. Ja, dat klopte wel een beetje. Barbecue, zuipen en nog meer zuipen. Nog een port en nog een whiskytje om het af te sluiten. Ja, nee, als je dan op je spoel gaat, dan begrijp ik wel dat je wat breekt. Hé, hey, en andere berichten van ons, wat niet waar was, misschien naar buiten gebracht, dat je zei van, nou ja, dat kan je nu even rectificeren.
ik kom nooit graag terug op het verleden, Jan. Oh. Ja, ik weet niet waar jij refereert. Ik kan overal antwoord op geven. Nee, ik wil nergens aan refereren, maar we hebben wel een liedje voor je ingestudeerd. Daar komt ie. Wacht, even Floris, voordat het liedje komt, want we hebben wat voor jou. Maar Floris, eerst, nou ja, luister het liedje even af en dan wil ik je daarna een vraag stellen. Hallo? Ja, ga je gang. Ja. Ligt aan het liedje, Dennis. Ja, 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 ja. Ja, 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 ligt aan het liedje. Nou, kom maar op. Wil je zelf even aftellen, dan beginnen we het liedje. 1, 2, 3, hoppakee. To, 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 to. To is een tomo. To, 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 tomootje is een heel klein homootje. Jezus. Applaus. Hey. Ja, maar ik dacht... Het fantastisch. Ja. Ik heb er niks aan gelogen. Het was een kind... Ja, kind niet, want dat werd ook weer geroepen via jullie. Het is een volwassen man. Dus ik zeg met nadruk niet 16, niet 17, niet 18, niet 19, niet 20, maar 21 of 22. Dus volwassen. Ja. Een aandachtsgeil kind wat ik nooit heb gezien in mijn leven. Die stak mij aan. Ja, ja, maar wacht eventjes. Kijk, ik wil even wat vragen. Kijk, Floris, ik loop ook wel eens in het centrum. En dan spreekt een kind mij aan. Maar dan vraag ik nou niet of hij gelijk even aan zijn lul wil rukken en een foto wil sturen. Ja, maar je hebt natuurlijk niet het hele voorgesprek gezien. Oh. Oh. Nope. Hij lokte het. Hij lokte het uit een beetje. Dat zeker. En ik had zeker ook in de avond een borreltje op. Oké. Okay. Andere dingen. Ja. En uiteindelijk heb ik een soort dreigement gedaan. Want ik natuurlijk wist dat hij het een dan jullie had gestuurd. Ja. Dat vind ik dan een beetje kinderlijk. Ja, hij heeft jou een beetje de kast uitgetrokken. Dat is een beetje onaardig. En vandaar dat we nog één keer het liedje voor jou spelen. Ik zal maar even aftellen. Ja? 3, 2, 1, komt er maar. To, 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 tootje. To, 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 tomo. To, 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 tootje. Dat is een heel klein homootje. Ik kan niet geloven. Dat ging het allemaal weer. Ja, dat vraag ik mij ook af. Dat vraag ik mij ook af. Dat... Ja, het is, wat mij betreft, ja, ik kreeg allemaal reacties weer. Maar ja, er is niet zoveel van waar. En ik had dat dreigen misschien niet moeten doen. Ik geef het toe. Maar ik was een beetje boos. En ik had weer een borreltje op staan. Maar je had hem wel gevraagd om een geil spuitfilmpje. In de loop van dat gesprek, als reactie, is dat zeker gebeurd. Ah, dan willen we nog één keer speciaal voor jou als liefhebber van... wat ziet hij nou door mij heen te schudden? Heeft hij nu gezopen? Floortje, volgens mij... Ik heb nu niet gezopen, maar ik heb pikante foto's van hem. Dan hij van mij, want hij heeft niks. Oh. Maar het zal wel. Dus dat had ik allemaal niet moeten doen. Dat is allemaal gebeurd. Ja, oh. Maar volgens mij wil Jan nog één keer voor jou zingen. Ja. Heb je dan nu een andere tekst? Nou, bijna een andere tekst. Heeft hij een andere tekst? Ja, nee, ik weet het niet. Floris, stel me weer af. 3, 2, 1, hoppakee. To, 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 tootje, met een geil spuitfilmpje. To, 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 tootje, dat is een heel vals pootje. Hey! Nou, ik weet niet of het expres deed, maar ik versta de helft niet. Waarschijnlijk heb je dat expres gedaan. Ik knip een plakje voor alles aan elkaar. Maar... Ah! Dat is op je vals, hè, nicht. Dan kan ik nog eens een keer langskomen. Oh! Dat zou gezellig wezen. Floris, want ik wil dan nu de vraag der vraag aan jou gaan stellen. Nou, dat hoeven we niet meer te stellen, want dat heeft Tootje al voor ons beantwoord. Als je dit mini-interview, of dit gesprek wat we net hebben gehad, ongecensureerd, zonder knippen en plakken uitzendt, dan weet je wat je antwoord is. Oh, dan is het antwoord ja. Ja. Dus jij wil weer veel zendtijd, begrijp ik. Ik hoef niet veel zendtijd. Maar wij gaan de vraag via jouw favoriete rubriekje stellen.
We gaan een vraag stellen via de commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom, zie, kom, zie, kom, zie, kom, en daar heeft gereageerd in de commands Floris Weijers. En die reageert: ruiken jullie dat ook? Ik heb scheid aan alles. Ja. Jan en Dennis, mag ik binnenkort weer langskomen? Dan moeten jullie mij wel vragen. Bel me. Nou, jij hebt dat onder onze site gezet. We bellen jou nu. Vertel eens. Ja, ik zie ook dat onder jullie site Rutte reageert, Trump reageert, moeder Teresa reageert. Dus wat dat betreft zal ik het allemaal wel weer gedaan hebben. Maar het antwoord is dan positief, zodra ik een beetje kan lopen wat steeds beter gaat. Jij komt naar Roddelpraat. Maar wel lief en leuk en een beetje een andere ja, hoek pakken we gewoon. En ja. Waar wil je het over hebben dan? Tuinieren en planten? Geen Marokkanen uit jou, geen aangiftes, geen vieze filmpjes en een hartstikke idee. Gewoon lekker spuitfilmpjes maken samen dan. Ja, applaus weer hier, man. Nou, ik heb er zin in, Floris. Ja, Floris terug met Roddelpraat. Wil je nog één keer zingen van Floris? Nou, nee. Ik ben er klaar mee. Ah. Okay, kom maar op 3, 2, 1, knal maar. Een Floortje, Floortje, die komt weer hier. Floortje, Floortje, is een lekker dier. Floortje, Floortje, die komt weer naar ons. Hij is een ouwe slons. Ja, ik heb de helft nog niet gehoord, maar ik geloof het allemaal wel. Ja, hij is ook de leeftijd, hè? Heeft hij ook zijn gehoorbeentje gebroken of zo? Jongen, jongen. Ja, allebei, denk ik. Nou, hartstikke goed. Nou, Floris, dan zien we je binnenkort weer. Wanneer kom je hier, plannen we direct de datum in. Ja, heb ik al gezegd tegen jou, ik denk dat het de eerste week van oktober wordt. Of de laatste. Leuk. Ik serieus? Want ik mag gewoon niet te veel lopen. Ik heb geen zin met allemaal stokken. Je hoeft ook niet te lopen, Floortje. We hebben een lift in het pand. We hebben een lift in het pand, hè? Ja, ja. Het komt goed. Doei. Nou, Floris, bedankt. Het was gezellig. En we houden weer van jou, hè? Ja, allemaal gezellig. Doei. Goed. Ja, zo zie je maar. Roddelpraat wordt vaak gezegd dat wij polariseren. Maar we hebben Brad's leven weer teruggegeven. Door de Ad Looy-kartel handmatig te slopen. En zelfs Floris Weijers, die ons niet een tijdje geleden wilde aangifte doen. Hij wil ons offline trekken. Hij wil ons doodmaken. Hij heeft ons geblokkeerd. Hij heeft alles gedaan om onze vriendschap te verbreken. Komt ook weer terug bij ons op ons schootje zitten in de uitzending. Hoe mooi is dat? Ik zou zeggen, all we are saying is give peace a chance. En dan gaan we door. Ja, ja, ja. Wat, niet mooi? Ja, ja, heel mooi. Heel mooi, ja. Leuk. Ja, ik vind het wel veel. Mijn moeder speelde dat vroeger altijd op de piano. Maar echt? Ja, dus dat is voor mij wel een trauma. Ja, dat is niet leuk. Nee, er zijn veel dingen gebeurd. Ja, ja, ja. Er komt binnenkort een boek over. Dus, leuk. Ja, precies. Ja, het gaat over niemand anders dan ex-vriend van Dennis, ex-vriend van mij, Wilfried Gené. De presentator die eigenlijk niet van de televisie is af te beuken. Nee. Want als hij niet Veronica of Saïd zit te doen, dan zit hij wel vandaag in Saïd te doen. Die man is werkelijk altijd overal aan het werk. En dat is niet zo gek dat hij altijd overal aan het werk is. Want thuis is het al een tijdje niet zo erg leuk. Dennis... Gaan we niet eerst Scoop roepen? Oh. Nee, maar dat komt toch... Oh, sorry. Ja. Jezus. Je kan toch ook even wachten? Sorry. Ik ben te opgewonden. Ja, Dennis, het is daar niet altijd even leuk thuis, is het niet? Moet jij even wat zeggen? Nee. Het is... Toen ik er was... Niet afgelopen kerst, maar die kerst daarvoor was het al niet zo leuk. Want Wilfred mocht niet drinken. Nee. Lily moest eerst naar bed voordat Wilfred en ik een borreltje konden drinken. Daarna is contact met mij en Wilfred wat minder geworden. Uitje. Maar toen was de relatie al penibel. Ja, penibel. Het gaat al heel lang niet goed tussen Wilfred, alias de Lady Chef, en Lily Putty. Het rommelt wat. Waar heeft het mee te maken, Dennis? Vraag maar mij waar het mee te maken heeft. Waar heeft dat mee te maken, Jan? Het is al simpel. Als je heel lang bij elkaar bent, dan wordt het wat minder spannend in de... Ja, dat ken je niet natuurlijk. Je bent nooit lang bij iemand geweest. Maar wordt het wat minder spannend in de bedkamer, in de slaapkamer, in de... Hoe heet dat? In de wipkamer. Slaapkamer. Wat? Je zegt een bedkamer, slaapkamer. Godverdomme, zeg je dat niet? Zij hebben al heel lang een platonische relatie. Ja, zij hebben geen seks. We hebben al een keer naar buiten gebracht natuurlijk... dat onze Wilfried aan het vreemd gaan was met een toenmalige huurster... van een pand in Amsterdam van hem. Maar ja, we hebben toch wel weer wat anders. We hebben weer een...
enorm scoop, hè? Ja, 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 ja. Scoop betreffende Wilfred Gené. Want ja, waar het natuurlijk al lang bekend was, is dat die relatie een beetje bijzonder was. Kijk, Lily zat een beetje op het zwevenen, Wilfred op het hard werken. Nou, de dingen die ik daarvan weet, omdat ik daarbij aanwezig ben geweest, is die kerstmaaltijd. Wilfred aan het koken, Lily en ik aan het eten. En Lily vroeg aan mij, nou, onder welk dekbed lig jij? En dat zei dan veel onder mijn, over mijn karakter. Wilfred mocht niet drinken. En toen kwam er al te sprake dat het liefdespel, dat er al weinig sprake van was. Ja, ja. Er werd en wordt weinig geneukt in huizen, Gené. Want in ieder geval, Lily Putty zegt heel vaak geen ja. Maar nee. Gené. Ja, leuk grap. Ja, maar je snapt hem ook niet. Natuurlijk snap ik hem. Ah, dat jij hem wat jong krijgt is niet te geloven. Absurd, hè? Enfin, maar wat gebeurt er nou? wij zaten eventjes Veronica offside te kijken. Kijken wat er gebeurt. Dat is niet doen. Ik heb last van mijn nek, hou op. Wat heb je gedaan met je nek dan? Ja, weet niet. Verdraaid. Oh. Nee, dat gebeurt. Te veel omgekeken naar mooie dames? Ik het zou kunnen. Ja? Staat er niet uit, ja, hè? Ja. Jij kan het doen. Heerlijk lijkt me dat. Jij ook, toch? Ja, kijken mag nog steeds. Ja. Maar Jan, heb jij ook ergens last van? Ik begreep dat je vorige keer bij PSV was. Oké, okay, kom eventjes. Hij zegt dus tegen Wesley Sneijder... je hebt zeker last van je nek. Van het kijken naar mooie vrouwen. Van het omkijken. Want jij kan dat doen... En waar Wesley Sneijder hem een beetje pissig aankijkt. En zegt dus tegen hem. Ja, jij toch ook? Waarop hij zegt. Ja, alleen kijken mag aan. En toen begon hij te stotteren. Wat zegt dat? Dat zegt meer dan genoeg. Want wij hebben namelijk iemand die daar werkt. Die onderdeel is van de club. En die lekt. Die is zo lek als een mandje. En die zegt dat Wilfred Gené Alice de Lady is heeft. Die hij achter in zijn kofferbak heeft. Omdat hij de poes dan kaal wil hebben. Weer vreemd gaat. Het huwelijk ligt bijna in zijn geheel aan barrels. Bevestigd vanuit Veronica. Ja, nou, Offside Hoek. Het is dus Veronica Offside en vandaag Inside hebben niet de volledig zelfde redactie. En bij Veronica Offside zit iemand die heeft wel eens contact met ons. Zeker. En dat kan ik je ook bevestigen op een andere manier. Naast dat er dus gedoe ontstond tussen Wilfred Gené en Wesley Sneijder... Over dat Wesley Sneijder zoiets zei van... Ja, dag vriend, je loopt zelf ook de hele dag je lucht. Daarna ga je mij een beetje vergeksen op de televisie. Hebben we nog iets en dat is een minder leuk. We vinden het natuurlijk leuk om Wilfred een beetje te kakken te zetten. Wim Kieft zat daar ook in de studio. En die is in de reclame in huilen uitgebarst in de studio. Dus het gaat niet goed met oma Wim. En wij houden van Wim Kieft. Maar dat is toch een raar verhaal. Dat iemand dan zijn programma maakt en dan is er een break en dan begint hij te huilen. Ja. En hij heeft eigenlijk die uitzending ook heel weinig gezegd. Het was afgelopen maandag. En hij barst in de huilen uit. Waar ook het publiek bij was. En daarna begon de show weer. En deden ze gewoon weer alsof er niks aan de hand was. Maar het gaat in ieder geval met Kieft niet lekker. Want dan ga je niet zitten huilen op de televisie. Daarna, na de uitzending, is hij ook weer snotterend gezien op de parkeerplaats. Ja. Dus met Wim gaat het niet goed. Maar we weten niet wat er met Wim is. We weten niet wat er met Wim is. Wim heeft natuurlijk een beetje probleempjes met een beetje miauw. En een beetje een flesje wijn op zijn tijd. Dat kan gebeuren, dat is vervelend. Maar Wim, sterkte. Ja, maar het blijft een raar verhaal. Ja, het is een vervelend verhaal. Ja, nee, maar ja, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Nee, maar misschien is het emotioneel omdat hij opa is geworden of zo. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee, ja, ik vind het een raar verhaal. Maar betreffende Wilfred, hè, in hoeverre is Lily nu... hoe zit het precies? Nou, het gaat niet goed. Lily is enigszins op de hoogte dat Wilfred zijn lul achterna loopt. Ja, dat maakt het natuurlijk niet goed beter. Huwelijkscrisis. Huwelijkscrisis kan je noemen, ja. Huwelijkscrisis. Wensen we Wilfred sterkte? Ja. Speel even iets voor Wilfred. Ja. Imagine all the people. One life I don't. Imagine there's no future.
between Willy and Lily Putty. Remember their marriage. It was so good every day. And Wilfred is a cheater. Yes, he fucks everyone. But no girls with a hairy pussy. He takes his lady's shave and cuts the grass. Mooi. Ja, Wilfred, we wensen jou heel veel sterkte. En mocht je nou denken, ah, wat zielig, wat erg om weer te spugen op Wilfred Gené. Als zij binnen nu, en nou wat zeg ik, een half jaar bekendmaken uit de kaders zijn, wij hebben het gezegd. Wij hebben de scoop. Maar dood. Oh, was ik maar dood. Van wie ik het meeste hou. Die krijg ik toch nooit. Oh, was een verdriet. Oh, was ik maar dood. Dankjewel. Ja, en dan gaan we natuurlijk, kan niet anders dan dat we gaan naar Anthony Kamerling met dit lieve Anthony Kamerling. Ja. Voor de jonge kijkers, die vragen zich misschien af, wie is die man? Maar Anthony Kamerling, die had maar één wens. Oh, was ik maar dood. Ja, dat zei hij steeds. Nou, hè? Ik weet het niet, maar ik heb wel afgeleerd om grapjes te maken over mensen die zelfmoord willen plegen of hebben gepleegd. Het grote verschil is tussen Steen en Anthony, is dat Anthony een doorzetter is. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja. Oei. Maar Anthony Kamerling, voor de jonge kijkbaarskinderen, die speelde vroeger in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat was een soap. Is dat nog steeds aan de gang? Ja, ja, ja. Meen je dat? Goede Tijden. Oh, jezus. Nou ja, in ieder geval, daar speelde hij een rolletje. Hij was steengoed, hè? En dat is geloof ik 25 jaar geleden. En toen dacht hij op een gegeven moment, ik vind het wel mooi geweest. En toen stopte niet alleen zijn rolletje, maar ook zijn leven. Want Anthony Kamerling, die ging aan een touw hangen. Ja, en dat is niet gezond. Dus nou, dood. Vervelend, ja. Heel erg. Voor zijn gezin wel. Was het een nationale held? Wel, nee. Ja, want even voor de mensen van nu, want je ziet zoveel terugkomen van hem, dat het is alsof het een soort van André Hazes was. Dat was het helemaal niet. Dat was gewoon een middelmatige tot slechte acteur. Maar kun je hem vergelijken met iemand die nu nog leeft? Voor de mensen die jong zijn. Qua niveau, qua beroemdheid, qua allure. Hij speelde in Goede Tijden en Slechte Tijden. Was een slechte acteur. Mm. En hij heeft één liedje gezongen. Ja. Toen ik jou zag, blablabla. Ja, en dat deed hij van de All-Stars film. Ja. Daar speelde hij ook in. En dat was een leuke film, maar daar speelde hij ook heel slecht. Hij was een hele slechte acteur. En eigenlijk een hele slechte zanger, was het enige liedje maar. En dat was het dan. Maar wel een leuke jongen. En denk je dat we het nog over Anthony hadden gehad als hij niet een hele beroemde vrouw had, Isa Hoes? Nee, daar hadden we het nooit meer over gehad. En dat is nou een beetje het probleem wat ik met Isa Hoes heb. Er is nu weer een film, toen ik je zag. Ja. Over Anthony Kamerling, die depressief was en zichzelf had opgehangen. En ze heeft ook al een boek geschreven over Anthony Kamerling, die depressief was, die zichzelf heeft opgehangen. Er is ook al een musical geweest over Anthony Kamerling, die depressief was en zichzelf heeft opgehangen. Ze heeft ook bepaalde kindertekenkleurboeken uitgebracht over Anthony Kamerling, die depressief was en zichzelf heeft opgehangen. Liever gezegd, een wijf heeft het al 25 jaar over die man die zichzelf heeft opgehangen. Is hij al 25 jaar dood? Ja, of 20 jaar, kan mij nou rotten. Maar waar het om gaat is dat die vrouw blijft maar over doorgaan. En ja, niet leuk. Nee. Maar, en die kinderen. Heeft dat jongetje niet laatst een liedje gezongen? Ja, of een documentaire. Of een documentaire. Of iets gemaakt over Anthony Kamerling, zijn vader, die depressief was. En die zelf heeft opgehangen. Ik begrijp echt wel dat het een shock is hoor. Als iemand zich ophangt. Dat is helemaal niet leuk. Dat hoeft ook helemaal niet grappig te zijn. Maar hou er een keer over op, zeg. De wijf heeft het over niks anders al 20 jaar. Kan mij nou schelen. Wat krijgen we straks? Wat krijgen we straks? Schooltassen met Anthony Kamerling die depressief is en ze even ophing. Logo. Dat gaat wel door. Nee, maar we krijgen gebakjes van een touw met het hoofd van Anthony Kamerling erin. Het gaat wel door. Het is wel een keer mooi geweest. Isa Hoes, als je op geen enkel andere manier geld kan verdienen dan het uitvinden van de zelfmoord van je man. Moet je misschien eens stoppen met het uitvinden van de zelfmoord van je man. En op zoek gaan naar een andere vak. Ja, want zij was ook een slechte actrice. Zij was ook heel slecht in Goede Tijden. Is ze geen actrice meer?
Zeker niet. Die zie je toch ook nergens meer. Het enige waar je haar ziet, is als ze weer ergens een van de toxische tafel komt vertellen over Anthony Kamerling. Ah man, die debuteert zichzelf het opvangen. Voor de rest heeft de vijf niks anders te vertellen. Stel nou, ik stuur jou van de week een mailtje en dan zeg ik, nou lieve Isa, wij gaan volgende week rollen praten. Wil me gaan wijden aan Anthony Kamerling? Komt ze dan langs? Nou, die kans dat ze komt is echt aanwezig. Lijkt je dat leuk? Het lijkt wel een soort lokroep voor haar. Als je zegt, Anthony Kamerling, depressief opgang. Dan zeggen ze, ik kom eraan. Ik ga een liedje zingen. Ja. Of ik ga erover praten. Of ik ga een boek maken. Of ik ga een film maken. Of een musical. Of een toneelstuk. Of misschien gewoon, dan ga ik wel een meme. Ga ik zo. En dan. Dat is Anthony Kamerling die depressief was en zich ophing. Meme-stukje. Ja, ik heb het daar wel eens gehad. Ik heb het daar wel eens gezien. Isa, we weten het. We weten het. Het was jouw man. Die was depressief en hing zich op. Misschien moet je eens, in plaats van de hele tijd maar erover doorgaan, eens nadenken waarom die man zich heeft opgehangen. Want laten we eerlijk wezen. Als ik zo'n wijf had die uiteindelijk mijn zelfmoord zou uitvinden, als het godverdomme alsof ik een hoer was, ja, dan had ik denk ik waarschijnlijk ook voor het einde van mijn leven gekozen. Dat is toch. Dat kan je je ook wel eens afvragen. Als je die zo hoest er zo smakelijk over wil praten. Over ja, Anthony Kamerling was mijn man, depressief, ging zich op. Denk je, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek dat die vent op een dag dacht van, joh, zoek het lekker uit. Ik ga lekker een tijdje aan die balk hangen. Ja, Anthony is uiteindelijk gaan hemelen. En toen heeft ze inderdaad het boek ook geschreven toen ik je zag. Ze heeft nu gekozen die te verfilmen. Heeft ze veel geld voor gekregen. Ja, maar het gaat maar door. Want hij staat op Netflix. Ja, maar het is. Het houdt toch wel een keer op. Dat je de zelfmoord van je man vercommercialiseert. Als dat alles is wat je hebt. Van ja, weet je nog? Als je Hazes doet het toch ook met André? Ja, maar die had al dik 20 jaar. Ja, maar wat scheelt is dat hij geen zelfmoord heeft gepleegd. Nee, en André die kon niets. En Anthony niet. Nou ja, zelfmoord plegen. Maar dat kwam omdat hij depressief was. Oh ja, dat is tegenwoordig best de kunst. Want hoe vaak lees je dat iemand 8 pogingen doet zonder succes? Ja, dat zijn een beetje sukkels. Ja, bij Anthony was het na 2 keer raak. Ja. Althans, als je de film mag genieten. Want het erge van die film is. Heb je gekeken? Ja. Je gaat er nog kijken ook. Verschrikkelijk. Dan ga je toch niet naar kijken. Maar het enige wat ik me afvraag, als je nou een acteur zoekt om een slechte acteur te spelen, zoek je dan een goede acteur of een slechte acteur? Dat zijn dingen waar ik dan wakker voor lig. Ja, nou, dat was echt met Jan Weber. Ja, dan zoek je dus een slechte acteur om een slechte acteur te spelen. En Noortje Hellaar. Die speelde Isa Hoes. Wie? Noortje Hellaar. Wat doet ze? Ja, Isa Hoes spelen. Jezus, wat lijkt me dat verschrikkelijk. Maar weet je, dan moet je dus iemand spelen die de zelfmoord van een man uitvindt. Verschrikkelijk lijkt me dat. Ja. Ik zou die rol weigeren. Maar wat ik nou. Het pijnlijkste aan die films. Je ziet inderdaad. Zijn problematiek. Hij kon niet met die druk omgaan. Bipolaire stoornis. Maar het pijnlijke is. Je ziet het ook heel erg in detail. Je ziet dat hij in het zwembad. In het water springt. Dat hij zichzelf wil verzuipen. Hoe hij zich misdraagt. Zegt: ik wil dood. Ik wil dood. Als je dan zeg maar een film laat maken. Die ze dan zelf regisseert en heeft bedacht. Isa. Dan laat je toch niet jouw ex-geliefde daar zo slecht uitkomen. Denk je dat Anthony zelf graag zo'n film over zichzelf? Nee, natuurlijk niet. Maar wacht even. Ze heeft ook kinderen met die man, hè? En die worden elk jaar dat mama weer denkt van, we moeten toch even een commercieel slaatje slaan uit de suïcide van papa. Elk jaar worden ze weer mee geconfronteerd. Het is gewoon, ik vind het ziekelijk. Maar ik vind het gewoon onnodig. Dat, ik vind het ook wel een keer dat mensen ook tegen haar moeten zeggen van, joh, hou er nou eens mee op, joh. Zoek eens even je eigen verhaal. Maar als je die film kijkt, en er zijn tal van voorbeelden om dat te noemen, maar weet je wie heel goed uit die film komt? Dat is een hele lieve moeder. En dat God, dat zou misschien wel iets hoe zijn. Ja, dat is geen enkel puntje van aan te merken. Nee. Zij deed alles voor die man. Alles voor de kinderen. Alles om het voor te zijn. Ja. En er is maar één iemand die dat verhaal kan vertellen. Hoor. Ja, dat zie je zo. Ja, en zij komt er geweldig uit. Ja, dat. En Anthony is een dorpsgek. Ja, maar ja, goed. Je moet natuurlijk ook wel een beetje gek zijn om jezelf van het leven te beroven. Maar ik ken het dan wel, het verhaal. Ja. Ik vind het een saai verhaal. Ja. Maar we weten hoe het afloopt. Ja, dan vond ik hetzelfde met die Titanic waar we het al eerder over hadden. Ja. Dan zit je dan 3 uur naar te kijken en uiteindelijk zie ik die boot. Ja, dan wist ik godverdomme al voordat ik begon. Ja. Nou, dat. Maar ja, dat, ja. Nou. Iets wel zo. Ja, ja, nou, ja. Je denkt, toen ik je zag, nou, wat zal er gebeuren? Maar dat is een. Het zou pas een interessante film zijn als je op een gegeven moment bij die balk zat en je denkt, weet je wat, ik doe het niet. Ik vertrek gewoon met de teringwijf. Ik ga naar Hawaii, doei. Ja. Maar het moet wel zeggen, ik keek de film met iemand samen en die kent Anthony Kamerling niet. En die zegt, oh, wat erg. Dus voor sommige mensen. Was een vrouw.
Ja. Ja. Goh. Voor sommige mensen was het nieuw. Ja. En die vond die Isa Hoes kwam eruit als een sterke vrouw. Goh. Ja, maar dat werkt dus wel wat ze doet bij heel veel mensen. Ja, nou prachtig. Ik ben er klaar mee. Ja. Ik wil er ook niet meer over hebben. Sterkte met het verlies. Ja. Ja. Gecontroleerd, yes. Nogmaals. Zij wordt ook door mensen ook Verlisa genoemd. Verlisa? Waarom? Verlisa Hoer. Nou. Verlisa Hoer. Toen ik jou zag, wel mooi nummer. Ja, dat was een prachtig nummer. Ja, ik heb dat lieve keer gezongen. Dat zong je ook heel mooi. Ja, dat wel. Ja, heel gevoelig. Ja. Beetje alsof iemand, ja, iemand die met zichzelf in de knoop zat. Zo klonk het. Ja, en later tussen de knopen. Leuk. Ja, met zichzelf in de knoop. Vind je wel leuk, dat vond ik leuk. Ja, dan verpestte Dennis het weer, maar ja. Dat is volgens mij zijn rol hier. En dan, dames en heren, jongens en meisjes. Komt er straks nog meer. Maar eerst is het tijd voor ons levensorgaan, het levensbestaan. En dat doen we in het... Reclameblokje. Wat doe je nou? Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat jullie... Ai, ai, ai! Want we moeten over ons praten. Ja, wij zouden vandaag Emma krijgen. Niet gelukt. We hadden vervangen Brady van Dijk. En die doet nu waar hij goed in is. Maar wilt u dat dit prachtige programma, waarin we iedere week verfrist en knallend willen zijn, blijven staan? Wat dan? Donateur. Zo'n kleine moeite. Maar dan kunnen wij door. Of niet, Jan? Zeker! Dan kunnen wij door. En dat kunt u doen via roddelpraat.bandme.org. En dan krijgt u een extra uitzending met nog veel meer muzikale escapades van Brandy. Ook in de extra. Oh. En doe dat vooral. Dan steunt u ons een. Dan moeten we door naar Jan en Dennis. Zonne-energie.nl. Heeft u prachtige zonnepanelen nodig? En die heeft u nodig, want dat bespaart heel veel geld. Ga dan naar Jan en Dennis zonne-energie.nl. Wij hebben niet alleen hele mooie betaalbare zonnepanelen, maar ook weer een keer heel snel geleverd. Absoluut topkwaliteit. Binnen 3 weken liggen ze op het dak. En ik zeg altijd maar, zonnepanelen van Jan en Dennis zonne-energie op het dakje. Extra geld in het zakje. Want het hele klimaat, dat kan mij maar niet rotten. Want bij welke rotten is dat we lekker veel geld overhouden om lekker pilsie te kopen in de kroeg. Of een lekker stukje vlees. Of weet ik van nog een paar liter diesel in je auto te sodemieteren. En daar gaat het om. En ga naar janandenniszonne-energie.nl voor die panelen op het dakje. En geld in het zakje. Nou, ik heb dat geld niet om direct een panelen aan te schaffen. Mailt u ons dan ook. Dan zoeken we met u een oplossing. Want die hebben we ook. Ja, we doen ook nog aan financiering. En erbij, als je denkt, ja, het is een beetje klammig en een beetje warm. Want godverdikke, wat had ik het vandaag weer heet. Wij doen ook prachtige airco's voor in uw slaapkamer. Dat u lekker koel en fris kan slapen. En niet denkt, gadverdamme, wat lig ik te zweten. Ik laat Bradley wel. Jan en Dennis, zonenergie.nl. Dan gaan we door naar het Stugador. Nee. Doos met het Ja, niet meer, het nee. Het afbouwcollectief. Het afbouwcollectief, het beste collectief in Nederland. En ze doen niet alleen afbouwen. Want ze doen het ook buiten de landsgrens. Ja, nee, ze doen het nu internationaal. Met de acties. Afbouwcollectief.com voor afbouw, verbouw, doorbouw, opbouw. Maak geen hele moer uit. Ze doen alles, laat ik spuiten. Stukken de hele duvel in zijn oude moer. Ja, buitenstuk van wandelende acties van september van 95 euro per vierkante meter naar 80 euro per vierkante meter. Ja, en wees er snel bij met buitenstukken, want als het straks herfst is, dan kan het niet, want dan flikkert het er namelijk gelijk af. Ja, in plaats van een nieuwe badkamer voor 5 roodjes. Dat is niet veel en een nieuwe badkamer kan altijd. Stukken van wanden van 1950 voor 14,50 per vierkante meter. En dat kan je ook zelf proberen, maar de sklerenwerk lukt je toch niet. 14,95 per vierkante meter is geen geld. Latex spuiten van 12 euro voor maar 8 euro per vierkante meter. En dat is ook niet heel veel bezenten. Ik heb het wel eens geprobeerd met een rolletje. Het dekte voor geen meter. Het enige wat dit wel dekte bij ons thuis, dat was ik zelf. Ja, en dan maken we nog reclame voor een nieuwe film. Heel even kijken. Voor een nieuwe film? Op Netflix, toen ik je zag. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, echt, als je blijft echt hangen als je het kijkt. Maar goed, dan gaan we naar het warmtepompcollectief.nl. Ja, u heeft al een hybride warmtepomp in huis hangen voor slechts 3750 euro. Hiervan krijg je 2400 euro terug.
terug aan subsidie van de overheid. Zo betaal je slechts maar 1300 euro. Oh, dat is niet veel. Ja, binnen een dag al geïnstalleerd. Ga snel naar het warmtepompencollectief.nl. En je hebt een gratis offerte en de investering al terug binnen 1 tot 2 jaar. En met de hele investering van 1350 euro terug binnen 1 of 2 jaar, Dennis, zei je dat? Ja, dat zei je. Dat is snel. Het lijkt het warmtepompcollectief.nl wel. Ze hebben ze op voorraad en ze kunnen snel installeren. 100% warmtegarantie bij de installatie. Fantastisch. Ga naar warmtepompencollectief.nl. Dank u wel. Oh, en ga ook nog even naar rolbaat.shop voor onze prachtige nieuwe Basic Fatline. Bradley past hem zelfs, dus dan moet je aardig vet zijn. En dan kan je erin door. En Dennis heeft, waar ik niet achter sta, iets aan wat ik niet achter sta. Die hoef je niet te kopen. Vara heeft ook een nieuw kanaal nu op de markt gebracht. Voor mensen met een niet-autochtone Nederlandse achtergrond. Oh, en dat heet De Marker Online. Oh. En hieruit kunnen mensen dus een podcast iedere keer aanschuiven. Die vinden dat omdat ze hun een bepaalde achtergrond hebben, iets niet snor zit. Oh, nee, ja, natuurlijk. Ja, en dan beginnen we met een vrouw met een hoofddoek. Ja, nee, dat is niet, dat zit niet snor. Dat zit meestal hier net onder de neus. Ja. En die kondigt een probleem aan. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat een meerderheid van de samenleving problemen heeft met mijn uiterlijk. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. En al helemaal niet in een geval wanneer er sprake is van een noodsituatie. Ja, absoluut. En je de hulp van de politie inschakelt. Kan ik me niet inbeelden. Zes politieagenten. Oh, god. Ja. Dus het probleem, wat is dat bij BNN Vara? Ja. Politiemensen geen hoofddoek mogen dragen. Ja, dat is toch moedeloos van te worden. Omdat de politie een uniform draagt, ongelooflijk domme trut. Want als de politie namelijk een PVV-embleem draagt, dan heb jij er een probleem mee. Snap je wel? Als je het nog niet snapt, ben je te achterlijk. Doeg. Klaar. Ik heb er geen zin in, hoor. Wat een stomme discussie. Ja, daarom is toch het uniform uitgevonden. Dat iedereen hetzelfde aan heeft. Idioot. Jij een doek op je kop hebt. Dat betekent, hoi, ik ben moslim. Nou, dat is niet echt uniform, hè. Want er zijn wel mensen die dat niet zijn. Wat een stomme. Ik vind het zo... Wat een domme discussie is dat. Is het net zoals een domme discussie, die patatfriet-discussie. Sodemiet er toch op. Wat is het? Patat. Ja, hè. Want friet betekent gefrituurd. Dan zou je een kroket ook friet kunnen noemen. Als je dat godverdomme niet begrijpt, ja. Nou, begrijp ik wat. Dat doen ze dan in Brabant en in België, snappen ze dat die discussie nog steeds niet. Patat is de aardappel. Het is eigenlijk, moet je zeggen, patatfriet, gefrituurde aardappel. En als je dan kiest voor friet, dan kies je voor gefrituurd. Wat ben je dan? Een mogol. OJ woont tegenwoordig bij Den Bosch. Wat zeg jij? Friet. Hij zegt friet. Je praat ook met de zachte G. Mensen met de zachte G zijn allemaal achterlijk. Ja, misschien kan OJ ook zijn verhaal eens een keer doen bij de Marco Online van BNF. OJ, waarom noem je het friet dan? Daar heb ik geen goede reden voor. Nee, maar je beseft wel, je beseft wel dat friet, zeg maar, de bereidingswijze is. Want dat is gewoon letterlijk wat het is. De bereidingswijze is friet. Hoe noem je gefrituurde inktvisringen? Friet? Nee, natuurlijk. Nou, dat is net zo dom dat je patatfriet noemt. Godverdomme. Ik word er zo kwaad van. Net zoals weer zo'n stinkwijf met haar hoofddoek. Die dan zegt, ja, nou, niemand heeft moeite met mijn hoofddoek. Het gaat niet om mensen moeite met je hoofddoek hebben. De mensen hebben wel behoefte met je hoofddoek. Het gaat om dat je een uniform draagt. Dus dat je het allemaal hetzelfde aan hebt. Omdat je dan natuurlijk neutraliteit uitstraalt. Hoe kan je dat niet begrijpen? Dat is net zo dom als die patatfriet-discussie. Nou ja, goed, de Marco Online, het emotioneert jou zeer, zie ik. Ja, ik word er kwaad van. Ja, dit was dan een vrouw in de hoofddoek. Daar heb je ook een zwarte vrouw. En die, misschien zitten jullie wel op een lijn. Want die vrouw heeft veel moeite met de rechtspraak in Nederland. Oh. Denk je dat jullie... Misschien zit je wel op een lijn. Ik denk het niet. Stel je voor, ik heb aangifte gedaan. Want iemand is heel erg racistisch geweest naar mij toe. En er komt een zaak van. En... dan zie ik ineens een witte mannelijke rechter voor mij verschijnen. Waarschijnlijk denk ik dan wel echt van... oeh, shit, het was wel fijner geweest als ik een zwarte vrouwelijke rechter had gehad, weet je wel. Oké. Ze is niet toch zelf ook racistisch? Dan toch een gevoel van... Nee. Representatie heb. Representatie, oké. Herkenning, inderdaad. Terwijl ik er eigenlijk van uit moet gaan dat iedere rechter... maakt niet uit welke kleur of welke religie diegene volgt... neutraal moet zijn. Dus als ik dus nu zeg dat ik alleen nog maar geconfronteerd wil worden bij mensen met een functie dat die een blanke heteroseksuele man is,
dan vindt deze mevrouw mij waarschijnlijk een racist, een seksist. Noem het allemaal op, toch? Een homofoob is het niet. Maar zij zegt letterlijk hetzelfde. Dus als ik ergens binnenkom en ik zeg... Hallo, ik wil alleen maar door blanke heteroseksuele mannen worden geholpen. Dan ben ik het slechtste wat er is. En dit stuk stront, die draait het gewoon om. Hé, hey, stront, dat hoeft niet per definitie om de huidskleur te gaan. Maar in dit geval... Nee, ook niet. Maar die draait het toch om. Dat is toch, zij wil alleen nog maar een zwarte vrouwelijke rechter hebben... omdat ze zelf een zwarte vrouw is. Terwijl ons een witte heteroseksuele rechter... wellicht wel wat geld had bespaard in het verleden. Volgens mij zijn wij alleen nog maar voordeel door witte rechters. Ja, maar door vrouwen. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. Nee, niet? John de Mol was een kerel. Ja, oké, maar dat viel dan ook mee. Ja, dat viel er wel mee. Ja, maar het is zo... Maar wat dat mij, en dat is dus, en dat merk je toch in alles zo. Dat zijn dan de anti-racisten, noemen ze zichzelf. Die hebben het heel erg over hoe slecht blanke mannen zijn. Weet je wat, de antifascisten. Die lopen in zwarte pakken. Lopen ze de tegenstander te intimideren. Net als de fascisten deden. Het is zo omgedraaid allemaal. Ken jij, want we moeten toch weer een liedje spelen. Oh. Ja, ja, het is allemaal erg kwaad, vind je niet? Ja, kwaad hoor. Ja, is wel kwaad. Kun je als verboeien. Zeg niet wit, zeg niet zwart, zeg niet zwart. Ja, maar die tekst ken je weer niet, hè? Doe ik wel. Oh, nou, dan gaan we. Nee, die ken ik ook niet. Nee, die ken ik niet. Kun je dan, als je van beren leren kan? Oh, god. Ja? Ja? 1 seconde, hoor. Ik, inderdaad. Zullen we 3 af. Wat ben je nou aan het doen? Ben je met je dealer aan het appen? Nee, ik ben tekst aan het zoeken. Of ben je al een blijf voor mijn lijfhuis aan het zoeken? Voor, Ja, als je zover bent, ik heb hem. Ik ben zover. Ja? Leren kan van slimme beren leren kan. Is dat iets wat je echt proberen moet? Want hoe je profiteren kan, daar weten beren veel meer van. En beren zijn als leraar beren goed. Wat is dit nou dan? Woe! Vond ik geen passend liedje? Prachtig. Nee, ik vind het niet leuk. Bradley! Ja? Mag ik jou wederom enorm bedanken dat jij als tweede keus bent ingevlogen. Geen probleem. Ja, we zaten met de handen in het haar. En daar ben jij dan met keyboard. En je bent een muzikaal wonder. Ja, nee, dat kun je wel zeggen. Dat ben je. Je bent een muzikaal wonder. Ik heb nog nooit iemand veel mooie deuntjes horen spelen. Dankjewel, Jan. In korte tijd. Ik heb ook nog nooit iemand zoveel deuntjes horen spelen in korte tijd. Dus. Oh, nee. Je bent al snel dan... Dan ben je al snel, ja, niks snap je. The Bridge, hartstikke bedankt voor jouw komst. Houd rustig en geïnteresseerde dames, stuur hem een bericht. Geïnteresseerde kijkers. Lik als Lassie. Word donateur. En pak die extra uitzending. Ja, en donderdag om 6 uur in je doosje. En dan zien we u heel graag morgen terug bij... De Extra!